ook zo benieuwd wat hier achter die deur te zien is. Misschien wel iets heel bijzonders. Weet je wat? We zullen het eens vragen aan Jo zelf. Hallo Jo. Hallo. Wij zijn erg benieuwd of hier iets bijzonders achter de deur te zien is. Ja, daar is het. Ik heb een verzameling van Zwitserland en van dokterspraktijken, alles van vroeger nog. Ik zou zeggen, kom even ze bekijken. Dat doen we. Goed. Misschien kan Jo ons iets vertellen over hetgeen hier allemaal te zien is. Ik heb toevallig vrijdagmiddag nog 2 zakjes met de originele verpakking pleisters van 16 cent en eentje van 19 cent over de post gekregen. Dit was mijn allereerste blikje dat ik kocht. Dat is een karton van het allereerste van vroeger van Zwitserl fabriek Apeldoorn. Deze, dat is een flesje olie, zit nog in de originele doos van vroeger. Hier zit nog de originele verpakking van de poeder. Die is nooit open geweest, er zit nog alles in. Nou, dit zijn allemaal verschillende zalfblikjes van de Zwitserl. Die zijn er, denk ik wel 20 verschillende. Deze 3 flesjes, dat is de babyolie, de lotion. En ook nog een keer babylotion, die kregen ze vroeger als monstertje erbij. De Zwitserl navulpoeder, die ze vroeger konden kopen, die konden ze vullen in de blikken, die hadden ze ook in het groot. En dan had je 8 verschillende boeken van moeder worden. Bij de 1 heb ik een originele doos met het rekje en gratis het boek erbij, moeder worden. Zwitserl babyset en die kostte toen geheel met het originele rekje hier bezijen en met het gratis boek, die kostte toen 6,95 gulden. Ik heb de Zwitserl verjaardagskalender en het kalendertje nog onbeschreven van 1954. De vitaminetabletten, de aanbeiencrème, alles heb ik er nog van. Heb je enig idee hoeveel verschillende verpakkingen je hier allemaal hebt? Ik heb momenteel, nou in mijn kast, 130 stuks verschillend. Niks, dubbel, allemaal verschillend. En alles van Zwitserl? En allemaal van Zwitserl. Dan heb ik de speldjes nog van Zwitserl, die heel moeilijk aan te komen zijn. Die heb ik allemaal in een lijstje gedaan. En dan heb ik hier nog in de doosjes de aanbeienzalf. Daar zit de beschrijving en het glazen potje nog origineel in. En hier de Zwitserl levertraan. Daar zijn nog 2 zalfdoosjes die nog nooit uit de verpakking zijn geweest. Januari 1946. Zwitserl geneest. En zo 1941. En zo gaat het verder. Kijk. Dan heb je dit weer. Vader kan en kan er niet aan blijven. Kijk dat ze vroeger in lagen. Vroeger de moeders nog de kolf. Als ze graag een avondje weg wouden, dan deden de moeders kolven en dan brachten ze naar de ouders. Ja. En dan in het flesje, hè? Ja. Dat was vroeger. Ja, dat ging dat. 51 jaar geleden.